Jos, allereerst hartelijk gefeliciteerd. Dank u wel. Welkom Toes stond er op de presentatievideo. Voelde het ook echt als thuiskomen? Ja, dat voelt wel zo. Ja, ik realiseerde me vanmorgen ook dat het 32 jaar geleden is. Dat ik als speler, toen dat die het VVV verloten heb. En nu ben ik bijna 58, dus het is wel een hele lange tijd dat ertussen ligt. Ja, en je kunt nu op de fiets naar het werk, want volgens mij woon je hier 10 minuten verderop, hè? Ja, dat is een hele positieve bijkomstigheid, hè? Dat je niet meer zoveel reistijd in beslag moet nemen om je werk te kunnen uitvoeren. Hoe fijn is dat om weer terug te zijn in de koe? Vertrouwelijk, hè. Het is natuurlijk vanmorgen met je oude collega's waar je vroeger nog mee gespeeld hebt. Tijdens de training stonden er wat oud-collega's en de oude manager die ik vroeger hier had met Wiel Teeuwen. Twee vrienden die hier bij de training aanwezig waren. Dus ja, je hebt uit het verleden natuurlijk hier veel mensen waar je mee te maken hebt gehad. En dat is ja, heel leuk. Dat was oude jongens krentenbrood. Ja, maar wel, je voelt dat de mensen het leuk vinden en ook waarderen dat je in deze moeilijke situatie, sportief gezien voor de club, toch ja, de schouders wilt eronder zetten om te helpen. Wat heb je voor doelstelling meegekregen vanuit de club? De doelstelling is voor ons allemaal, hè, dat we met VVV in de Eredivisie willen blijven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. En nogmaals, ik ben daar niet de belangrijkste, hè, want de spelers moeten het uiteindelijk op het veld met elkaar uitvoeren. En ik hoop dat ons dat lukt. En gaat Jos Luhukay hier veel veranderen? Nou, ik zal doen wat mogelijk is en ook wel heel erg realistisch blijven om het team zo goed mogelijk in te stellen. En dan hopelijk dat we weer een beetje in die reeks van januari kunnen komen. Dat zou natuurlijk voortreffelijk zijn. Je hebt 25 jaar in Duitsland gewerkt. Wat neem je mee uit die hele lange, mooie periode? Ja, heel veel waardering in al die jaren bij clubs waar ik gewerkt heb. En, ik hoop dat ik hier ook met mijn inbreng VVV kan helpen. En ik hoop ook natuurlijk fijn samen te werken met de mensen die hier zijn. En daar verheug ik me op. Wil je nog iets tegen de supporters zeggen? Ja, dat ik het heel fijn vind dat ik er nu ben eindelijk als trainer. En dat ik het heel en ontzettend jammer vind dat we moeten spelen zonder onze VVV-supporters. En ik hoop dat het nieuwe seizoen misschien mogelijk maakt door die coronapandemie dat zeker de VVV-supporters weer in de Eredivisie hopelijk weer VVV kunnen ondersteunen en kunnen toejuichen. Heel veel succes om dat mede te realiseren, Jos. Dank je.